Ik wil het graag hebben over De Zwarte met het Witte Hart van Arthur Chapin. En dat is mijn favoriete boek, omdat het me echt heeft geraakt. Omdat het gaat over de problematiek van mensen die uit hun eigen leefomgeving worden gehaald en in Nederland worden geplant. Twee Afrikaanse prinsjes, Akwaze en Kwame Boagi, worden naar het Koninkrijk Nederland gehaald. En de een past zich aan, een ander past zich helemaal niet aan. Die blijft heel erg trouw zijn eigen aard. En die tweedeling, zeg maar, dat contrast tussen die ene broer die dus zich heel erg gaat aanpassen aan de Nederlandse normen en doet wat iedereen van hem verwacht. En die andere broer die dus eigenlijk heel erg trouw blijft aan zijn eigen gevoel en zijn eigen afkomst. Dat contrast vond ik heel erg mooi geschetst. En hij weet het echt op een dramatisch hoogtepunt te brengen. Bovendien heb ik het gevoel gehad toen ik het las dat hij het heel erg goed gedocumenteerd heeft. Hij heeft echt minutieuze details heeft hij opgezocht. En het toeval was dat ik op een gegeven moment op vakantie was. En dat ik in Sri Lanka. En toen was ik bij een salontafel en er lag een boek. En ik pakte het op en het ging over het Delft Studentenkoor. Ik was net het boek aan het lezen van Arthur Chapin. En daar zijn die prinsjes lid geweest. En toen pakte ik dat boek en ik sloeg het open. En ik sloeg het open bijna op die foto van Akwasi Boagi. En toen dacht ik, dit is puur toeval. En het maakte, zeg maar, dat gaf mij een beeld bij het boek. En dat is me altijd bijgebleven. En ik vind het ook heel bijzonder, omdat hij dus die tweestrijd en die totaal verschillende oplossingen die mensen in hun leven kunnen vinden voor dingen, heeft beschreven in één boek. En heel erg mooi gedaan. Echt heel erg ontroerend.